Energie is wel het hoofdthema van de bezoekers van vandaag, wat in hun achterhoofd zeker een rol speelt. Ik ben Klaas Walraven, manager van het zachtfruitteam en het onderzoeksteam. We staan hier vandaag op onze nieuwe onderzoekslocatie sinds een goed jaar, waarbij we nu voor de derde keer een kennisevent organiseren. Ja, voor de aardbeiensector, zachtfruitsector. Zowel de Nederlandse telers als vanuit, ik zie hier ook de kentekenplaat van de Belgische, Duitsers en Engelsen. De manieren in de aardbeienteelt om energie te besparen zijn door eerder te planten, waardoor op het eind van de teelt minder gas in hoeft om de plant leeg te oogsten en om hem weer klaar te zetten voor het volgende voorjaar. Anders kijken naar de inzet van het scherm. Bijvoorbeeld het scherm voor 80% sluiten om een stukje uitstraling tegen te gaan. Dat heeft niet direct impact op je kasttemperatuur, maar wel op je gewastemperatuur. Die blijft dan nog een stukje hoger. Daarnaast wordt wel dan kritisch gekeken van hoe gaat het dan met vochtafvoer. Er zal ook in de proef aandacht aan besteed gaan worden. Ook met de inzet van nog een vast foliescherm. Hoe ver kunnen we daarmee gaan? Dat is een van de vragen die we stellen. Waar we ook echt gaan proberen om de grenzen op te zoeken. Een andere optie is ook nog om je maximum buistemperatuur te beperken. Bijvoorbeeld niet hoger te laten worden dan 40 graden. Toch met minder energie-input een goede aardbeienteelt neer kunnen zetten. Met ons kennis-events willen we laten zien wat we als zachtfruitonderzoeksteam doen. We organiseren workshops en we lichten onze proeven hiertoe die we hier uitvoeren. Vandaag wordt de workshop gegeven vochtbeheersing onder gesloten scherm door René Berkes vanuit de Stichting Plant Empowerment. Plant-eigen afweersysteem door Plantasys. Een stukje toelichting over de afweersystemen die in een plant een rol spelen en de producten die daar een invloed op uitoefenen. Dan is er nog een workshop, de digitale toekomst van de zachtfruitsector, waarbij we aangeven welke mogelijkheden er zijn in de digitale wereld om de aardbeienteelt vorm te gaan geven. En mogelijk wel de stip op de horizon om hem autonoom te gaan telen. Dan is er nog de workshop van de invloed van waterkwaliteit op de bemesting. Toelichting vanuit Haifa. Als laatste workshop is de beheersing van meelde op stellingen met minder residu. Vanuit de Wageningen Universiteit. Ja, en daarnaast leggen we onze eigen proeven toe die we hier uitvoeren. De nieuwe aanpak van de teelt van doordragers. Doordragers onder belichting, privaat onderzoek van fluens. Als ook de energiezuinige doorteelt